Bailey heeft verschillende breuken in haar been. Je ziet wel dat dat zodanig verplaatst is. Dat is goed nieuws. Goed nieuws, maar we hebben ook een beetje slecht nieuws. Hey Noeltje, het is jouw beurt. Dit is je oppervlakkige buikbees. Hey Moos! Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Ik val meteen met de deur in huis. Ik ben best wel misselijk en zenuwachtig voor vandaag. Want vandaag komt de dierenarts Bailey's breuken in haar been checken. En ze heeft nu 8 weken op stalrust gestaan. En ze staat nog steeds daar in die stal. Bailey heeft verschillende breuken in haar been. Daarom moest ze heel streng op stalrust, waar wij allemaal tegen zijn. Dus wij hopen echt heel erg vandaag dat ze naar buiten mag. Vanaf vandaag. En dan rijden hoeft nog niet eens. Wij willen allemaal heel graag dat ze überhaupt gewoon weer lekker naar buiten kan. Zoals een paard. Zodat ze gewoon weer lekker kan rollen. En alles erop en eraan. Daarvoor ben je dus op gecontroleerd. We hebben geen idee hoe het met de been gaat. Dus wij zijn allemaal vet zenuwachtig. We hebben echt de weken en de dagen en de uren af zitten tellen. Met z'n allen. Iedereen hier op stal. En dan na Bailey wordt ook nog Noora gecontroleerd. Want Noora is een paar weken geleden dan getrapt door Marley waarschijnlijk in zo'n stal. En dat was dus op haar oude peesblessurebeen. En dat been werd toen ook een beetje dik. Maar niet echt warm. En soms was het dan weer dun en dan weer wat dikker. Nu is het al de hele tijd dun. Maar ik had er gewoon niet zo'n fijn gevoel bij. Dus ik dacht, nou, als dierenarts dan toch komt voor Bailey, dan laat ik haar ook meteen naar Noora kijken voor de zekerheid dus. En ik heb in de tussentijd 1 keer op Noora gezeten om even te voelen of ze raar liep. Maar eigenlijk liep ze wel goed. Maar toch, voor mijn moederhartje wil ik het gewoon zeker weten dat dat been waar ze dus vroeger peesblessure heeft gehad gewoon goed is. Ja, dus spannende dag. De dierenarts kan hier ieder moment zijn. Dan heb je Marley, Noora. Noora heeft een beetje dikke buik gekregen omdat ze dus de afgelopen tijd niet echt lekker heeft kunnen lopen met mij. Ze heeft natuurlijk wel hier Paddock Paradise kunnen lopen, maar niet echt buitenrit en lekker lang, weet je wel. Wat meer draven, galopperen. Is dat dat waarschijnlijk ook op deze manier niet meer aan elkaar gaat groeien. Dus er is toch weer wat gebeurd in de tussentijd. Ja. Ja, hij is eigenlijk gewoon een beetje naar de, ja, naar zij de zijkant van gesloven. Die bult ook gewoon die grote bult van komen. Ja, want als je dat dan op de uitprojectie ziet, dat is dan duidelijk. Is dit eigenlijk de bult die je ziet. En dat is allemaal gewoon weken delenzwelling. Kijk, hier projecteer je natuurlijk 2 botdelen op elkaar. Ja. Dus op het moment dat je dan ineens nog maar 1 botdeel op elkaar, dan zie je daar verschil in, zeg maar, op je foto. Dus ik denk dat qua lengte scheur dat allemaal nog wel meevalt. Hey Moetje, het is jouw beurt. Ben je lekker? Dit is lievertje. Boos ligt daar. Marley ligt daar. Hé, hey, schatje. Hé, hey, ga je mee? Poppie. Hallo.
Dit is je oppervlakkige buigbees. Mm-hmm. Dit is je diepe buigbees. Dus de buigbees waar het aan wat ik dan eigenlijk doe, nu even om een overzicht te krijgen van het hele been. Mm-hmm. Even van onder naar beneden. En dan kijk ik altijd even afzonder naar de oppervlakkige buik en de diepe buik. En naar de tussenbees, naar dikte, naar structuur. Dus even een samenvatting voor iedereen. Wat we hebben niet alle... Ja, het is bijna 3 uur later. Wat is allemaal gebeurd en wat was de uitslag van Bailey? Laten we met Bailey beginnen, want Noora is ook aan de beurt geweest. Ja. Bij Bailey is het zo dat het scheurtje in het pijnbeen en de lengtebreuk, die ziet ze niet meer. Ja, dus die waren juist het spannend. Ja, dus die zijn weg. Dus dat is mooi. Dus dat is genezen. Ja, dat is goed nieuws. Goed nieuws, maar we hebben ook een beetje slecht nieuws. Want het griffelbeentje wat in haar been zit, zeg maar... die was heel mooi gebroken en daar hadden we eigenlijk de hoop van dat die weer heel mooi zou aangroeien. Ja. Maar dat heeft hij niet gedaan en dat gaat hij nu ook niet meer doen, want hij is zelfs naar buiten gaan staan nu, op dit moment. Ja. Dus dat, daar maakte de dierenarts zich ook wel zorgen over, omdat nu dat hij naar buiten staat is het geen probleem. Dan kunnen we gewoon gaan starten met revalideren. Dat is wel weer goed nieuws. Ja, maar omdat het een los botfragment is in het been, zijn ze wel bang dat als die naar binnen slaat, de pees kan beschadigen. Ja. Dus daar maakten wij ons ook hier allemaal een beetje zorgen om, dat we dan dachten van ja, wat gaan we dat doen? Ik heb ook gevraagd van kunnen we het dan niet preventief gewoon verwijderen? Dat kan, natuurlijk. Maar aan een operatie en zeker bij Bailey, omdat jullie weten nog van de vorige keer, omdat ze groot is en zwaar, zitten er gewoon best wel wat complicaties aan. En zegt ze, kijk maar eerst gewoon even aan met het opbouwen, het revalideren. Als je daarin niks ziet gebeuren en ze doen het goed, dan kan dit gewoon gaan inkapselen. En misschien gaat het bordje wel of niet inkapselen, dat is nog de vraag. Inkapselen is? Dat het dus eigenlijk in het been een soort van kapseltje om het bot heen gaat en dat hij niet meer kan verplaatsen. Ja, dat dus dan is het veilig voor die peesblessure en dan... Ja, voor het hele been zeg maar is het dan veilig. Ik moet jullie heel even bijpraten over waar Nadine en ik het hier nu over hebben. Want er zijn wel dingen veranderd. Ik en Nadine praten hier over het griffelbeentje dat die breuk niet meer gaat hechten. Dat niet meer beter gaat worden. En dat Nadine dus de optie heeft om het griffelbeen uit het been van Bailey te laten halen. Hier had ze nog geen besluit genomen. Maar na deze vlog, dus na deze dag, had ze toch besloten om Bailey naar de kliniek te laten brengen. Om het griffelbeen eruit te laten halen. En op dit moment, nu deze vlog online komt, staat Bailey al in de kliniek. Hier komt binnenkort gewoon weer een video over en meer uitleg. Dan zijn jullie in ieder geval op de hoogte en gaan we nu weer verder met de vlog. Dan mag Bailey een groter stukje buiten. Jammer genoeg dus niet een heel weiland, maar daar mogen we wel naartoe gaan werken. Als ze inderdaad in de revalidatie dus goed kan stappen en draven, dus ook weer sterk is in de spieren, dan mag ze ook weer samen met de anderen. Want ze zei, als we dat nu doen... kan ze zich nog niet zo goed, misschien wel hoor, maar ze zei dan kan ze misschien nog niet goed die draaien maken, beschadigde pees weer, moet je niet willen, gewoon eventjes nog afwachten. Ja, even aan, sterker nog. Ja, kom hier van lozen. Oh, ze gaat plassen volgens mij. Oké. Dan is Noortje natuurlijk ook gecontroleerd voor de pees, echt voor de zekerheid, omdat zij dus laatst was getrapt. Heel dicht bij de pees en ik dacht ik moet gewoon zeker weten of die klap goed was, maar ook wat ik de afgelopen 2 jaar met Noora heb gedaan. En daar heb ik goed nieuws voor, want de dierenarts kon helemaal niks nieuws meer zien. Het zag gewoon goed uit. Dus dat doet mijn hart heel goed. En eigenlijk kunnen we gewoon meteen weer aan de gang met Noora. Ze heeft wel een paar weken niet veel gedaan. Ze heeft wel lekker buiten gestaan. En veel bewogen buiten, maar niet onder de man of naast de man. Ik dacht ik ga of nu even lekker met ze spelen en het misschien nog heel eventjes op. Daar gaan we het gewoon de komende periode steeds meer opbouwen. Totdat we echt lange buitenritten kunnen maken. Want dat is helemaal goed. Nou, we gaan even beginnen met spelen. En wie weet, ik kan altijd nog opbouwen. Het waait wel heel hard.
Hey Moos! Zeg! Och, waarom moet ik dan?